Ton Koot, u bent de woordvoerder van de brandweer in Hollands Midden. De mensen in de Groene Jonkersstraat in Zevenhoven moesten vandaag snel hun huis uit. Wat was daar aan de hand? Ja, door die messen werd er een rare rucht geroken in de woningen. En toen we ter plaatse kwamen, toen bleek het in eerste instantie al 6 woningen te zijn. Toen werd het er 10 en toen werd het er 14. Dus toen is besloten om die mensen voor hun eigen veiligheid uit het huis te halen, dus de woning te ontruimen. We hebben gezocht, lianders ter plaatse geweest. We konden geen gaslek vinden en ook geen gaslucht uiteindelijk was het. Maar wat het dan precies wel is, dat weten we nu nog steeds niet. Wat wij gedaan hebben is met 1 tankautospuit van de brandweer het vuilwaterriool gespoeld. Om te zorgen dat de vloeistof die er dan in zit, die lucht veroorzaakt, om die weg te spoelen bij de woningen vandaan. En daar zijn we nu nog volop mee bezig. Wat was het gevaar voor de mensen? Nou, in eerste instantie, als het gas is, dan heb je een hele lage explosiegrens. Dus ja, op dat hebben we geacteerd en gezegd van dan is voor uw veiligheid beter om uit uw woning te gaan. Nu hebben wij van mensen daar aan de straat gehoord dat het misschien om benzine zou gaan. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, of het benzine is, het lijkt op benzine. Het ruikt misschien ook als benzine. Maar goed, in eerste instantie dachten mensen dat ze gas roken. Dus wat het nu is, weten we nog steeds niet. Maar wel dat het is iets wat niet thuis hoort natuurlijk. Is wel bekend waar het vandaan komt? Nee, ook dat weten we niet. We zijn natuurlijk nu vooral bezig met het wegspoelen. Dus dat zal ook lastig worden om dat te achterhalen. Er zijn de mensen hier ondergebracht in sporthal De Vlijt in Zevenhoven. Om hoeveel huizen gaat het in totaal? Nou, dit is 14 woningen en in eerste instantie zaten hier 24 mensen. Zijn er nu iets minder. Waarschijnlijk hebben ze al onderdak gevonden bij vrienden of familie. Want ze kunnen niet terug naar hun huis? Op dit moment nog niet. Als we zo meteen weer gaan meten en we meten hele lage waarden of nul, dat zou het mooiste wezen. Dan gaan we kijken hoe laat die mensen weer terug kunnen naar hun woning. Is de verwachting ook dat dat vandaag nog gaat gebeuren? Ja, we verwachten zelf dat het rond 11 uur gaat gebeuren. Nu zijn er nog werkzaamheden gaande in de Groene Jonkersstraat. Dat heeft alles nog te maken met het doorspoelen van het riool. Ja, we halen putten, deksels halen we open om te kunnen meten. En we staan van 1 plek af, zijn we nu aan het doorspoelen. En dat gaat allemaal richting de waterzuivering. Is er ook nog wel te achterhalen waar uiteindelijk dan die lucht en die substantie die daar dan ergens in het riool zit, waar die dan uiteindelijk vandaan komt? Nou, dat denk ik zelf niet, omdat we natuurlijk, eigenlijk zijn we de bron aan het verplaatsen nu door te spoelen. En wat het precies is, misschien dat ze dat bij de waterzuivering nog kunnen achterhalen, maar nee, daar hebben we geen idee van.